Nou, ik ga hem even bekijken. Ja, niet waar, ook via WhatsApp. Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij weer deze gloednieuwe vlog. Hoi, mijn naam is Harm en Frodo. Ik ben YouTuber, vlogger, influencer en Instagrammer. Ik heb op YouTube meer dan 300 abonnees en op Instagram bijna 200 volgers. Na meer dan 500 video's vond ik het wel terecht om de mensen die mij in deze YouTube-periode het allerhardst gesteund hebben, eens een bedankje te geven. En dat doe ik door naar hun huis te gaan en een bompakket voor hun deur te leggen. Oké, het plan voor vandaag. In Harm en Frodo vlog 80 of 81 gaf ik Vossen een bompakket voor zijn verjaardag. Dan krijg jij van mij dit bompakket met zijn tekst erin. Dat was een doos chocola, maar ingepakt alsof het een bom is. En nu ben ik zoiets soortgelijks weer van plan. Maar dit keer is er niemand jarig, maar ga ik het gewoon bezorgen bij Lucas. Lucas kunnen jullie kennen uit alle Schotland vlogs. Het slachtoffer van deze week is Lucas R. Lucas die heeft zijn debuut gemaakt in de vlogs in Harm en Frodo vlog 63. Lucas. Oh, hallo. Nou, nu sta je in de vlog. Leuk, hè? Ja. Nou, dat was het dan weer. En is sindsdien al in meer dan 11 verschillende andere video's voorgekomen. Ik snap er niks meer van. We zijn nu al de weg kwijt. Ja, ik heb niks te zeggen. Oh, wat heb je te zeggen? Nou, niets dus. Niks. Niks. Ja. Oh, de hele berg gaat boem. Maar dat vindt ze allemaal. Bam! Hallo, kijkers van Harm en Frodo. Lucas. 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 Lucas, de kijkers. Je mag niet fietsen met een telefoon. Wat? Je mag niet fietsen met een telefoon. Jawel. Je hebt gewoon stokbrood. Ik had altijd al stokbrood. En daarom is het eens tijd om hem te gaan verrassen. Het blijft natuurlijk nog steeds coronatijd, dus dat betekent dat ik het pakketje wat ik bij me heb, leg ik voor zijn deur neer. Dan app ik hem, hey, loop eens naar buiten. Of ik ga het zijn broertje vragen, maar ik weet van Lucas dat hij altijd snel reageert. Maar dat weet ik van zijn broertje niet. En dan komt hij naar buiten en dan ziet hij dat liggen. En dan als hij weer naar binnen wil lopen, roep ik hoi of zo. Heel slecht idee, maar ik denk dat het best wel heel leuk kan worden. Het nadeel is ook dat hij totaal niet bij mij in de buurt woont. Ik weet zelfs zo slecht waar hij woont, dat ik nu al de verkeerde kant op gefietst ben. Dus ik moet letterlijk gewoon naar waar achter mij daarheen. Oké, ik ben nu echt super close. Het nadeel is, of hij is gewoon buiten op dat pleintje, dan ben ik de lul. Of hij is er niet. Dan ben ik dat ook. Of hij kijkt toevallig door het raam. Dan ben ik dat ook. Dus dit wordt een beetje de missie. Ik heb nog geen idee hoe ik het ga doen. Ik heb expres pet op en zonnebril op. Zodat ik hoop dat hij me gewoon niet herkent als hij me toch ziet. Maar dat lijkt me erg onwaarschijnlijk of zo. Ik vind het nog eigenlijk best wel goed gelukt als bompakket. Want ja, het ziet er gewoon eigenlijk bijna wel zo uit of zo. Ik ben nu letterlijk voor zijn huis aan het staan en met hem aan het appen en aan het zeggen dat ik aan het editen ben of dat soort dingen. Dus dat is op zich wel best wel grappig. En ik ga nu dat pakketje neerleggen, want ik denk dus dat hij in de achtertuin is. Dus ja, ik zie voor zijn deur gewoon iemand lopen op dit moment. Dus ja. Het grappige was ook dat toen ik dat pakket daar had neergelegd, kwam opeens zijn vader naar mij toe lopen. En die zei van, ja, wie ben je nu weer aan het pesten? Dus ik zei, ja, Lucas. Dus hij zegt, oh, oké, dan is het goed. en dan vraagt hij, en wie was jij ook alweer? Zeg ik, ja, ik ben Harme. Ik stond daar zo met mijn zonnebril nog op en zo. Ik snap dat het een beetje... En toen zei hij, oh ja, Harme, ja, ja. Nou, was vond ik grappig. Nou, ik ga hem even bekijken. Ja, niet waar, ook via WhatsApp. Ik zat echt van, ik zat al meteen naar buiten te kijken. Ik denk, wat is dit nou weer dan? Ja, het stomme was, ik was hier net dus aan het bezorgen. Zie ik opeens iemand hier zo voorlopen. Ik weet niet wat hier is, maar de hele tijd lopen daar mensen heen en weer. Ik sta al ongeveer een half uur voor je huis.
telefoon is. Ja, een prepaid telefoon waardoor je geheime appjes krijgt. Niet meer weer. Koeienchocola. Nou, wat mooi. Gefeliciteerd. Dankjewel, maar ik ben helemaal niet jarig. Nee, dat weet ik. Jij bent jarig geweest. Ja, maar ik wou eigenlijk, omdat onze trip nu, die we op Goede Vrijdag zouden maken, niet door kon gaan. En omdat eigenlijk alles, waarschijnlijk ook de zomervakantie, niet door kan gaan. En zo dacht ik van, nu ga ik jou eens even verrassen. Dus ja, ik moet helaas 1,5 meter afstand houden, dus ja. Daarom sta ik hier. Nou, dankjewel. Ik fiets hier dus achterlangs en dan hoor ik jou gewoon al in de tuin praten of zo. Dat was echt kunnen. Super grappig. Ja, ik zat in de tuin. Ja, nou, dus hier, dit cadeau is voor jou. Ik heb weer een vlog, dat scheelt weer. Ja, ik zat heel lang na te denken over wat ga ik nu weer doen. En toen dacht ik, wat als ik nou gewoon mensen opzoek, maar dat mag niet. Dus toen dacht ik, ik doe het op deze manier. Nou, leuk idee, ja. Ja, top. Mocht je dus zelf YouTuber willen worden, zo simpel is het om gewoon een hele vlog te maken. Je moet alleen geld hebben voor chocola en dan komt alles vanzelf goed. Ik ging ook helemaal stuk. Ik stond eerst achter zijn huis bij de schutting. Blijkbaar zat hij in de tuin, dat wist ik niet eens. Hoor ik hem opeens zeggen, hey, Harmen stuurt mij een berichtje. Want ik moest natuurlijk even weten of dat hij thuis is of al dat soort dingen. En toen bleek hij thuis te zijn, dus ging ik naar de voorkant. En aan de voorkant stond ik zo lang te vloggen, te kijken, te alles. Dat er een paar buren naar buiten kwamen en zo. En toen uiteindelijk ging ik dat bomketje dus brengen. Dus heel snel daarin en daaruit, omdat pakketje neer te leggen, vraagt een van die buren meteen, hey, is het gelukt? Dat ik ook denk van, hoi. Laat zeker in de reacties achter bij welke Frodo vlogger ik de volgende keer een bompakket achter moet laten. Neem deze serie niet te serieus. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk weer bij een volgende video. Komende woensdag om 4:00 Mannen Lezen de Vrouwen, de seizoensfinale. En daarna beginnen weer gloednieuwe series. Tot ziens, tot later. Ja, gewoon iets zeggen van heel erg bedankt voor het kijken. Ik voor de eerste aflevering van Bompakket bij. En dan zie ik jullie allemaal weer. Bompakket bij? Ja, Bompakket. Dit is de aflevering van Bompakket bij Lucas. Nou, allemaal. Heb je me aan? Ja. Allemaal bedankt voor het kijken. Dit is de eerste aflevering van Bompakket bij. En ik heb dit gekregen. Nou, top. En dan zien we elkaar vast snel weer als dit allemaal voorbij is. Ja, trouwens, alle buren werden ongerust. Die kwamen allemaal naar me toe, een keer aan het sluipen was. Dus. En dan zie ik je tot ziens weer. Tot later. Tot ziens.